In deze video de evenwichtstand en de amplitude. Nou, je hebt verschijnselen die zich regelmatig herhalen. En als dat zo is, dan heb je te maken met een periodiek verband. En een voorbeeldje daarvan is de grafiek die zich herhaalt, die je dus hier ziet in het plaatje. En in die grafiek zie je getekend de amplitude, de evenwichtstand en de periode. En die lopen we eventjes bij langs. Nou, die grafiek, dat zie je, die schommelt als het ware om de evenwichtstand. En als je de evenwichtstand wilt gaan berekenen, dan doe je het volgende. Je gaat kijken naar het hoogste punt en je gaat kijken naar het laagste punt. En in dit geval is dat 5 en 1. Nou, die tel je bij elkaar op en die deel je door 2. En dan heb je de evenwichtstand. Nou, als je de amplitude wil gaan berekenen, dan moet je gaan kijken naar het hoogste punt en de evenwichtstand, of je gaat kijken naar de evenwichtstand en het laagste punt. Ik heb hier neergezet hoogste midden evenwichtstand, maar nogmaals, evenwichtstand midden laagste punt, dat kan ook. Dus onze amplitude is dan 5 min 3 is 2, maar je had ook kunnen doen 3 min 1 is 2. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Nou, de periode staat er ook in en de periode dat is, ja, staat eigenlijk voor de herhaling. En die is hier roze getekend zoals je ziet. En die is dus 7 min 3 is 4. Maar je kan hem ook ergens anders vinden, dat is geen probleem. Voorbeeldje is de evenwichtstand. Je ziet hem dus een hele periode maken. Dus je had er kunnen zeggen 6 min 2 is 4... Maar je had ook nog kunnen kijken naar de hoogste punten. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Dus hier 1. En daar komt hij weer op het hoogste punt uit. Dus je had er kunnen zeggen 5 min 1. En dat is natuurlijk ook 4. Nou, op de volgende bladzijde nog eventjes oefenen. En de vraag hierbij is: lees de periode, de evenwichtstand en de amplitude af. En als de vraag zo gesteld wordt, doe er even een berekeningetje bij. Dus we gaan aan de slag met de periode. Laten we daarmee beginnen. En ik heb gekozen voor de twee toppen. En dat is dus 90 min 30 en dat is 60. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor... Hier begint hij. En daar komt hij weer op de grond terecht. Dus dan doe je 60 min 0 is ook 60. Ik had ook kunnen kiezen voor 120 min 60. En je komt dus altijd uit op 60. En als je de periode gaat bepalen, zoek even roosterpunten op. Dat is wel even een tip die ik je mee kan geven. Dan weet je zeker dat het goed zit. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, ik wijs hem even aan, naar dit punt, is eigenlijk moeilijk af te lezen. En dan ga ik ook kijken naar dat punt. Dat is niet slim, hè? Pak dan even roosterpunten. Gaan we naar de evenwichtstand, die gaan we bepalen. Dus dat is je hoogste punt min het laagste punt. Nou, dat spreekt hier denk ik wel voor zich. Dus je komt uit op 20 meter. Ik ga hem er ook even intekenen. En dan zie je dus dat die grafiek om de evenwichtstand schommelt. Gaan we ook nog de amplitude bepalen. En dat is dus het hoogste punt met het laagste punt. Of dat is de, dat zeg ik verkeerd. Dat is het hoogste punt min de evenwichtstand. Of dat is de evenwichtstand min het laagste punt. En in dit geval is dat 40 min 20 is 20 meter. Maar je had ook kunnen doen 20 min 0 en dat is natuurlijk ook 20 meter. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Tot de volgende keer.